I'm only a child, yet I know we are all in this together and should act as one single world towards one single goal. One day she'll be president, a future White House resident. Will you trust her government about the mystic sentiment? He was only 15 years old and his story is still to be told. Then he got the wind control, turning garbage into gold. Who will change everything? Because in order to make anything a reality, you have to dream about it first. In de zomer kwam ik op het idee om iets te gaan doen voor het goede doel. Maar ja, wat ga je dan
doen en ja, wat wil je dan? Nou, dat heb ik tegen mijn vader en moeder verteld. Mijn vader die zei, ja, maak maar een plan en bedenk maar wat je leuk vindt. En ja, dan help ik je verder. Dus toen ben ik gaan nadenken, ja, wat heeft iedereen nodig? Ja, ik ben zelf allergisch voor chocolade. Iedereen heeft natuurlijk deze letter wel nodig. En ja, toen ben ik op internet gaan zoeken naar een chocoladefabriek. Nou, toen heb ik een heel klein fabriekje uit Almelo gevonden. Daar werken 5 mensen. En nou, het eerste jaar wou ik 200 tot 500 letters verkopen. Dat heb ik ook zo tegen hun gezegd. En dan zeiden ze, we doen dat gratis voor jou, alleen tegen onkostenvergoeding. Nou, toen gingen we... Ja, toen ging ik het idee bedenken. Heb ik folders en mails gestuurd aan mijn kennissen en vrienden. Nou, deze reageerden zeer enthousiast. Maar toen gingen we op vakantie naar Den Haag. Kwam terug uit het zwembad en deed de laptop open. En stonden er 50 bestellingen. Eigen kracht bijvoorbeeld hier. Jij bent heel goed in presenteren. Jij bent heel goed in apps maken. Jij bent goed in communicatie. En een ander is goed in ondernemen. En een ander is goed in sporten. Iedereen heeft zijn eigen kracht en zijn eigen kennis. En als je die krachten bij elkaar kan brengen, kan je een hele hoop bereiken. Helaas, bij mooiedingen.nl is het fout gegaan, het is niet helemaal gelukt, dus is het geflopt. Maar dan zeg ik ook, ben er niet bang om te falen. Falen is juist goed voor je. Ook, wat je dan mee kan nemen is, je hoeft niet bang te zijn om te falen. Ga ook eens naar iemand toe. Vraag eens aan je buurvrouw, zeg eens tegen je buurvrouw, van ik heb een leuk idee. Wat vind jij daarvan? En hoogstwaarschijnlijk ga je dan merken dat je aan elkaar iets gaat hebben en dat degene die naast je zit jou alweer kan helpen om jouw idee al een stukje verder te gaan brengen. Dus durf naar elkaar toe te gaan en durf je mond open te trekken en pitch je idee bij een ander. En daar ga je heel ver komen. Ik heb zelf 1,5 jaar geleden een bedrijf opgestart en daar moest ik ook leren om te durven. Om te durven naar iemand toe te stappen. Ik heb jou nodig om dit te kunnen. Nou, ik ben Marieke, ik ben 14 jaar, ik kom in Limburg, zoals jullie misschien wel horen. En ik wil jullie wat vertellen over wat ik doe. Nou, ik ben creatief, zagen ze. Ik maak filmpjes en die zet ik op YouTube. En dan zorg ik ervoor dat mensen die zien, door bijvoorbeeld een leraar bij mij op school. En ik had een filmpje gemaakt over mijn dromen. Ik heb een hele hoop dromen, die wil ik allemaal doen voordat ik doodga, hoop ik tenminste. En ja, die heb ik allemaal blaadjes geschreven. Die heb ik gescheurd, dat het een beetje leuk was. En ja, heb ik het allemaal gefilmd. En dat was uiteindelijk een filmpje geworden van 6 minuten. Dat heb ik laten zien aan de leraar van mijn school en die vond het helemaal geweldig. Die heeft hem toen gestuurd naar TEDx. En ja, die had ook zoiets van, oh ja, dat moeten we in de gaten houden, want dat is wel een speciaal meisje. Toen heb ik nog een filmpje gemaakt over een gelukslamp. Ik had voor mijn verjaardag een lamp gekregen. Dat kon je zelf ontwerpen. En ja, ik heb er een gelukslamp van gemaakt met allemaal spreuken die me binnen schoten op dat moment. Ja, ik heb er iets creatiefs van gemaakt, ook gefilmd. En ook bij die leraar gestuurd. En die heeft het weer naar TEDx gestuurd. En eigenlijk op dat filmpje sta ik nog hier. Want ja, toen had TEDx zoiets van, ja, denk je die mag komen. En toen hebben ze voor mij een speciaal thema gemaakt, 5 Minutes of Fame. Daar ga ik ook staan. En nou, ik heb daar weer een filmpje gemaakt. Heb ik een brief geschreven aan mezelf, die ik dan over 20 jaar ga lezen. Ik heb geschreven hoe mijn leven er nu uitziet en hoe ik hoop dat het er over 20 jaar uitziet. Nou, dit is natuurlijk gewoon een 7 bladzijden in totaal. Er zitten foto's bij en muziek die ik nou luister, eigenlijk alles wat nou met mijn leven te maken heeft. Nou, dat heb ik, zoals jullie misschien wel kunnen raden, ook gefilmd. En ja, dat vond die leraar voor mij ook helemaal geweldig. En ik wil eigenlijk aan iedereen meegeven dat, ja, aan iedereen zit eigenlijk wel een creatieveling. En je moet er misschien zelfs nog wel achter komen, maar als je nog wel achter bent, doe er iets mee. Je kunt er filmpjes van maken, zoals ik nu. En ja, dan kun je dan aan iemand wijzen iets van hebben, die kan mij helpen. Ja, dan stuur je dat heen of dan laat je dat zien. En als je dan geluk hebt, dan mag je volgens mij dan op TEDx staan. Ik heb er heel veel zin in, maar ik denk wel dat ik een beetje zenuwachtig geworden, maar het zal wel minder zijn omdat ik vandaag en morgen aan deze workshop nu doe. En ik heb nog een halve minuut, maar ik ben eigenlijk al klaar. Geloof in mezelf, ik zal iets bereiken. Doe ik het met de bal of doe ik het met rijmen?
Ik weet wat ik wil. Ik ben toegericht nummer 10 op het veld en nummer 1 in die rap is. En mijn kansen pak ik met beide handen. Only God can judge me. Ik wil in de hemel landen. Dus ik gedraag me als een gentleman. Ik heb geen homies, only love for my fam. Maar ik wil respect, ik wil zijn als Don Corleone. En op de beat voel ik me thuis, cause music is my home. Rappen is niet alles, maar meer dan een hobby. Ook al leid ik nederlaag, ik zou winnen net als Rocky. Dus ik stop niet, opgeef is geen optie. Zal vechten voor gelijkheid totdat ik zwart voor mijn ogen zie. Geven en nemen, dat is wat mijn mama zei. We geven veel, maar krijgen niks terug van de maatschappij. Zoveel dingen meegemaakt, maar dat is verleden tijd. Ik denk aan mijn toekomst terwijl ik mijn teksten schrijf. En ik hoop dat dit je raakt, want mij raakt het wel. Leg je joystick neer, want het leven is geen spel. En ik hoop dat dit je raakt, want mij raakt het wel. En leg je joystick neer, want het leven is geen spel. Van de donderdag heb ik een optreden naar een musical. Ik ga performen en ik mag ook rappen over. Ik moet over het milieu moet ik ook gaan rappen samen met Ruud Kornstra. Nee. Dus is wel leuk. Voor hem. Ja. Oh, goed. Dat is het. Mooi. Into your kind of adult, but rather better adults than you have been. We'll change everything. We'll change everything. Educating and empowering girls is the key to world peace. Just to sit down and listen, don't ever think that we don't care. Can make our own decisions. Don't forget, it's just not fair. You really try to make a difference. Even allemaal zwaaien. Let us be the change that we wish to see. We will change everything. Trust yourself and you.